In Molenbeek werd de terrorist maandenlang beschermd door de moslimgemeenschap. Dat is een probleem en daar hebben wij mee te maken. You go to Brussels. I was in Brussels a long time ago, 20 years ago. So beautiful, everything's so beautiful. It's like living in a hellhole right now. We've all seen them, right? Those hardline political leaders pointing fingers at the failed multicultural experiment, eager to point out that Europe is one step away from the edge of a cliff. More often than not, Belgium's capital, Brussels, is being pointed at for being part of the problem. Not only are these kinds of statements untrue and unfair towards Brussels citizens, they lead to whole generations no longer wanting to visit Brussels for reasons that are totally unfounded. This is Sven, owner of Brussels' oldest indie game development studio, Monkcube. He's not happy with the way the press treated his city these last 18 months. Ik ben opgegroeid met één voet in Brussel en met één voet in Vlaanderen. En de onwetendheid langs beide zijden, ik heb die in feite nooit anders geweten. Er is altijd argwaan geweest van de ene kant naar de andere kant, van mijn Brusselse vrienden naar mijn Vlaamse vrienden toe, van mijn Vlaamse vrienden naar mijn Brusselse vrienden toe. Maar omdat ik zowel in de twee kanten woonde, merk je al heel snel dat er heel weinig verschil zit tussen mensen. Ondanks het feit dat ze dat niet willen toegeven van elkaar, is er bijna geen verschil tussen al die mensen. Bijna elke stelling is gebaseerd op vooroordelen of op mensen of gebeurtenissen die niet representatief zijn voor de meerderheid. En dat heeft mij altijd gestoord, maar ik heb dat tot voor kort echt nooit een probleem gevonden. Tot nu natuurlijk. Als onafhankelijke gameontwikkelaar die toch al een tijdje meedraait, bouw je op termijn een netwerk van vrienden, ontwikkelaars overal ter wereld uit. En de vragen die zij nu stellen of de perceptie die zij hebben van Brussel, is iets waar dat je als persoon die in Brussel gevestigd is, toch wel geen vrede kunt meenemen. Zeker omdat Brussel de laatste 20 jaar echt enorm vooruit is gegaan. Ik heb Brussel altijd als een aangename stad ervaren, met al zijn mankementen erbij. Maar ik ben aan de rand van Brussel gaan wonen en in Brussel gaan wonen zelf ook. Dus ik heb in die 20 jaar Brussel toch wel enorme stappen voorwaarts zien maken. Ondanks het feit dat het echt een multiculturele stad is geworden, is het ook een heel uitnodigende stad met een heel leuk centrum en waar dat heel veel mensen heel veel goede dingen proberen te doen. En waar dat heel veel mensen samenwonen en gelukkig zijn. En dat is niet altijd het beeld wat de media ophangt. De media verkoopt niet als ze met positieve verhalen komen. Dus als er iets negatief is, wordt dat uitgelicht. Maar als er iets positief is, en ik zie elke dag positieve dingen passeren, wordt nooit uitgelicht. En dat stoort mij. En dan merk je nu op dit moment dat soort gedrag, dat al heel lang aan de gang is, tot een soort perceptie van Brussel leidt die totaal niet klopt. En als daar dan de aasgieren van de internationale media en de oproerkraaiers in het vizier krijgen, ja, dan loopt het helemaal uit de hand. So Sven came up with a plan. Using his medium, video games, he set out to prove to people worldwide that Brussels is way more united than all that negative press wants you to believe. How? By uniting a wide range of Brussels-based minorities to co-create a game. Young, old, all religions, straight and gay, native Belgian, Eastern European, African or Middle Eastern, even refugee kids coming from war-torn regions in Syria, Iraq, and Afghanistan. They all came together in building levels for a minimalist abstract puzzle game. In return, each group got the opportunity to convey one sentence within the game as their message to the world. And then, something magical happened. The community started talking about Think Twice, and new opportunities arose. Schools got involved, and big Brussels newspapers noticed what Monkcube was doing. Those articles got read by local and national politicians who contacted Sven, offering their help. But more than that, as just like the support from Brussels citizens, those politicians took time out of their busy schedule to help promote the game and attract attention from the press. Like a snowball rolling down the hill, Think Twice became big,
really big. New graphics were implemented, marketing plans were made, and the game got translated into 12 languages, which combined cover 65% of the world's population. And that is exactly the point the Mooncube team wanted to prove. Brussels isn't some cold city full of communities that distrust each other. It's a metropolis of people who work together with a smile, who build bridges, combine forces to overcome obstacles, and strive to make their world the best that it can be. Yes, there's always people that want to divide us, and negative things get more traction in the press than feel-good stories. But what else is new? So the next time you see another trumped-up news story about cultures clashing, why not switch off the TV and play some Think Twice? Who knows, the world it shows you might be closer to the truth.